De eenwielerhelden zijn weer terug in Millingen. De achtkoppige selectie van het Juliana Bicycle Team fietste van Londen via Frankrijk, België en Duitsland terug naar het Rijndorp. Honderden dorpsgenoten onthaalden de eenwielfietsers tijdens de laatste meters van de 640 kilometer lange tocht. Vandaag zijn jullie gefinished. Hoe is het gegaan? Nou, heel goed zelfs. We zijn fantastisch onthaald. En het was weer mooi om weer Millingen aan te komen. En jullie zijn met z'n achten gestart en ook met z'n achten gefinished? Ja, zeker. Met z'n achten gestart en met z'n achten gefinished. Woehoe. En dat is alleen maar mooi. Ja, en nu was het natuurlijk niet dat jullie voor de lol zomaar gingen fietsen, maar er zat echt een doel aan. Kun je daar eens iets over vertellen, Femke? We fietsen voor het 110-jarig bestaan van Julian en Maaike, dat team. Daarom hebben we een prestatietocht gefietst. Ik in een bijzonder fiets voor het goede doel. En dat is voor mijn zoontje die een energiestoffenluxie heeft. En En daarmee heb je ook geld opgehaald dan, op deze manier? Ja, klopt. De teller loopt over de 13.000 euro. Zo. Kijk, dat is mooi meegenomen. Ja. En nu zou ik het zeg maar al knap vinden als je op een normale fiets van Londen naar Millingen fietst. Maar jullie hebben het op een eenwieler gedaan. En waarom? We zijn een kunstrijwielvereniging, dus we stunten meestal op eenwielers. Dus vandaar ook deze prestatie toch op een eenwieler.